Hallo, ik ben Thomas, kidsreporter van Stichting Meer Muziek in de Klas. We zijn op bezoek bij de OBS De Veldrakker in Nieuwegein. Hier heeft Helen de Lange leerkracht Engels een muziekworkshop voor haar klas gewonnen. Door mee te doen aan de muzikale verjaardagstaart voor Koningin Maxima. Waarom heb je aangemeld voor 50 dagen muziek en wilde je kans maken op een muziekworkshop voor jouw klas? Nou, als vakleerkracht Engels zie ik wekelijks alle leerlingen van groep 1 tot en met 8. En ik zie hoe enthousiast ze worden van muziek. En dat wilde ik heel graag delen met jullie allemaal. Wat gebeurt er in de workshop? Nou, er gebeurt heel veel. We gaan aan de slag met body percussie, maar we gaan ook zingen en we gaan ondertussen ook Engels leren. Nou, wat vonden jullie ervan? Wat vond jij er bijvoorbeeld van? Heel erg veel leuk, omdat ik ben zelf ook van gitaarles en dan kan ik nog muziek ook nog op school doen. En dat vond ik superleuk en ik wil het wel vaker doen met de Engelse lessen. Dan kan ik er ook lekker bij dansen. Wat zie je voor bijzonders gebeuren bij de kinderen tijdens de workshop? Nou, een heleboel eigenlijk. Ten eerste zie ik dat ze heel veel plezier hebben met elkaar. Ik zie ook dat ze een soort kick krijgen als het ze lukt om de muzikale spelletjes te doen. Dus ja, het is een soort trots. En wordt Engels nou makkelijker van muziek? Ja, want je leert ook heel veel liedjes in je hoofd. En ik kan ook nu veel beter Engels. Ik vind het eigenlijk best wel leuk, want dan kan ik dingen beter onthouden. Nu dat het werkt om Engels te combineren met muziek, denk je dan ook dat dat met andere vakken kan? Ja, dat kan zeker. Vakintegratie is de sleutel. Muziek moet je altijd doen. Hier in Nieuwegein vinden muziek in de klas heel belangrijk. Ben je ook voor structureel muziekonderwijs op de basisscholen? Ga dan naar onze website voor meer informatie.